In deze video wil ik laten zien hoe je in Lightroom Classic een productfoto voorziet van een geheel witte of geheel zwarte achtergrond, zodat die naadloos past in een respectievelijk witte of zwarte achtergrond van een website of een witte of zwarte druk in een catalogus. Goed, normaal gesproken zou foto's, productfoto's, vrijstaand maken of ja, voorzien van een achtergrond. In Photoshop want dat is daar uitermate geschikt voor, maar met de komst van allerlei nieuwe gereedschappen in Lightroom kunnen we het ook in Lightroom doen, niet vrijstaand maken, maar wel die witte en zwarte achtergrond. En Lightroom heeft als voordeel dat je een heleboel foto's tegelijk kunt doen, of dat je een recept wat je gemaakt hebt voor één foto heel makkelijk kunt toepassen op een hele reeks andere foto's en dat je ook met het exporteren al rekening kunt houden met het formaat waarop je de foto wil gaan publiceren. dus op dat punt heeft Lightroom wat voordelen, er zitten natuurlijk wel wat nadelen aan. Maar we gaan aan de hand van drie foto's even kijken hoe je achtergronden bij productfoto's helemaal wit of helemaal zwart maakt. Goed, we kijken naar deze eerste foto. Dat is natuurlijk een, een typische productfoto uh, met een, witte, al een soort van witte achtergrond. Maar je ziet, ik heb de belichting niet heel erg uh, geoptimaliseerd, dus er zit een flinke schaduw onder. Uh, het is niet echt wit. Ja, dus, dus ja, daar moet nog wel iets aan gebeuren hè. en het liefst uh, met zo min mogelijk moeite. Goed, uh, eerst even waarom is het niet wit? Want je kijkt nu op een scherm en misschien denk je wel dat het wit is. Nou, dat het niet wit is, dan zie je hier rechts in het histogram. Hè. Die hele grote bult, dat moet eigenlijk wit zijn. De overbelichtingwaarschuwing staat aan, dat zie je hier rechtsboven. Dat doe je met de letter J. Hè. Het sneltoets J kun je ze... zo staat het uit en zo staat het aan. Staan er staan dan die witte. Uh, blok uh, randjes omheen dat zul je straks zien hoe dat werkt en een ander hulpmiddel is ook en dat is ook misschien wel grappig is dat normaal gesproken zie je rondom je foto een lichtgrijze oh ja, werkblad nou wanneer je daar rechts op klikt dan zie je daar ineens allemaal kleuren dat noemen ze de achtergrondkleur en die kun je bijvoorbeeld op wit zetten dus wanneer je foto's een witte achtergrond wil geven in Lightroom Classic dan zou je bijvoorbeeld die achtergrondkleur op wit kunnen zetten je kunt hem ook op zwart zetten, dus wanneer je foto's een zwarte achtergrond geeft, dan is dat de referentie. Want op het moment dat het dus op wit staat en ik ga de foto nu bewerken en je ziet geen overgang meer van de foto naar de, naar de achtergrond, dan weet je, dat zie je dan dus ook niet op een website. Want deze foto's zijn dus vooral bedoeld om te gebruiken op websites met een witte of zwarte achtergrond. Goed, nou, we zetten hem dus nu op wit. Uh, overigens dat op wit zetten, dus die achtergrondkleur veranderen, kan alleen maar wanneer je niet in de masker staan. dus dit is het maskergereedschap. wanneer je daar een bezig bent dan kan dat rechts klikken niet hè. dat kan alleen maar wanneer je dus hier standaard de normale deelvensters hebt openstaan voor het hele uh, voor het hele plaatje dan kun je naast de foto klikken rechts en dan zie je daar wit lichtgrijs standaardgrijs donkergrijs en zwart goed dus dat even terzijde het is nou wit goed uh, wat we gaan doen is, ja, we gaan eerst het, de achtergrond maar eens selecteren. En dat is tegenwoordig heel eenvoudig. Je gaat naar het maskergereedschap en daar staat achtergrond. En we, het enige wat we doen is, we klikken erop. En het feit dat, we, dat ik deze video wil maken, is omdat die selectie die Lightroom gaat doen eigenlijk al heel erg goed is. He, je ziet die schaduw zit eronder. Nou, wanneer ik dat vroeger in Photoshop gedaan zou hebben we met uh, Magic Wand, he, met het toverstafgereedschap, ja, dan was dat echt niet zo gelukt. Ja, je ziet, het is niet helemaal perfect, maar dat kun je dus bijwerken met het toevoegen of verwijderen. En dan pak je een penseel bijvoorbeeld ja, om dat te doen. Maar heb je een beetje nagedacht over hoe de opstelling is van die producten op die tafel. Ja, dan, dan, dan lukt het zo wel. Uh, overigens wanneer je de overlays niet wil zien dat kan. Want dan doe je dit natuurlijk, dan zet je dit aan of uit. Je ziet hier ook drie puntjes. En daarin zie je dat je de overlay. Die hoeft niet per se een kleuren overlay te zijn. Maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, afbeelding op zwart doen. Dan zie je dus een zwarte afbeelding, dat is dus niet geselecteerd, maar dat witte wel. Dus dan kun je ook een beetje zien wat wel en niet geselecteerd is. Ik zet hem nu even terug op over, overlay. Maar daar kun je dus ook nog de, de, de visuele scheiding tussen wat wel en niet geselecteerd is, kun je daarin uh, aanpassen. Goed, nou we hebben dus nu die achtergrond geselecteerd en ja, het moet wit worden. Dus uh, wat we dan gaan doen is, is dan toch die, die bult aan de rechterkant buiten het histogram proberen te trekken. En je ziet, er is een soort helderheidsverloop over die tafel waar ik gestaan heb. En dan, dan krijg je dus dit. Dus nu is al, eigenlijk, wanneer je. Ik zal de waarschuwing even uitzetten. Je ziet nu al. De overgang tussen de achtergrond en die foto is weg. Het mooie is dan wel, dan behoud je dus de schaduwen die je hebt. Vind je dat het wel vrij, of ja, dat het achtergrond wit moet zijn, dus naadloos moet aansluiten op de website, dan heb je toch nog een, een zeker diepte-effect, omdat de schaduw nog zichtbaar is. Maar stel je wilt dat niet, dus we zetten die overbelichtingswaarschuwing eens even aan. Ja, dan wordt het tijd om eens aan de belichting te trekken. En het leuke is nu, ja, het, die camera is niet geselecteerd, dus die, die blijft volledig beschermd. Tegen die overbelichting die ik ga doen. Dus nou, dan kom je dus nog een stuk verder. Want nu sluit het bijna helemaal naadloos aan. Je zou dit stukje bij kunnen poetsen. Uh, wat ik ook adviseer, wanneer je dus alles wit wil maken. Ja, belichting en witte tinten zijn natuurlijk voor de hand liggende zaken. Maar kijk ook eens naar nevel verwijderen. Wanneer je nevel verwijderen op min 100 zet. dan zul je zien: dan verdwijnt er nog veel meer dan alleen maar het, het, het wit en het grijs. Dus nevel verwijderen is een extra toegevoegde waarde. We gaan straks nog even zien. Wanneer je iets helemaal zwart of helemaal wit wil maken qua achtergrond. Maar goed, ja, moeilijker dan dit is het dan niet. Ik zal die overblichtingswaarschuwing even uitzetten. Uh, dan moet je het exporteren. Dus je drukt op de letter R. Je, het moet uh, zeg maar vierkant worden. Zo, prima. Dan zeg je oké, okay. je wilt het exporteren. Ik zal even de achtergrondkleur weer even standaard grijs maken. Dan zie je weer hoe, hoe groot de foto is. Je doet Ctrl, Shift, E of Command, Shift, E dan krijg je daar je export dialoogvenster. Nou, het zal waarschijnlijk zo zijn wanneer je het voor een website doet dat die foto's een bepaalde grootte moeten hebben. Nou, die grootte wordt altijd in pixels opgegeven, niet in DPI's of centimeters, gewoon pixels. DPI's, die resolutie maakt ook helemaal niet uit. Maar wanneer je vindt dat die bijvoorbeeld 1800 pixels groot moet zijn, dan zeg je hier pas het maken 1800, je laat ze een klein beetje verscherpen en vervolgens zeg je nou, open het maar in Photoshop, dus ik zeg nou, exporteer dat gaat hij dan doen, en als het dan goed is, opent hij Photoshop, en dan zie je daar die foto in. Ik zal even tot 100% inzoomen, en dan zie je een foto van 1800 pixels die rondom vrijstaand is. Uh, en ja, en zo kun je dat dus voor heel veel foto's tegelijk doen, hè. Het, het, Zowel het bewerken als het exporteren, dat dat, dat kun je 100 foto's uh, snel uh, tot een goed einde brengen en en publiceren. Goed, dus dit was de eerste foto, en nu gaan we naar de tweede foto om nog een andere techniek te bekijken. Hier zijn we bij de tweede foto. Dat is een stuk uitdagender. Dat is een, een wit stenen beeldje. En ja, hier is het contrast natuurlijk niet hoog. Uh, nou, we, we moeten weer het, het, de achtergrond selecteren. Overigens heb je hier de keuze onderwerp selecteren en achtergrond selecteren. En dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je, je kunt natuurlijk het onderwerp selecteren, zal ik nu eens doen. Ja, dan vindt hij die. Dat, ja, het is wel fantastisch dat hij dus in, dat, in die lichte achtergrond die twee, die, dat, dat beeldje vindt. En dan kun je hierboven zeggen van nou. Uh, draai dat masker, dupliceer het en draai het maar eens om, en dan heb je natuurlijk de achtergrond. Nou, om het wit te maken, ja, dat, zal hier een, dat is hier een no-brainer, want uh, je, je gooit de belichting omhoog. Ja, en dan, dan ben je eindelijk al zover dat die helemaal goed is. Ja, ik zou dan niet te veel aan de, de witte tinten trekken bijvoorbeeld, want dan zou het best eens kunnen zijn dat die entvreet op het beeldje. Dus wanneer je ziet van nou, zo is het goed, dan is het gewoon goed, ja. Um, ik zet de overbelichtingswaarschuwing even weer uit. En in wezen ben je nu klaar. Je kunt hem nu bijsnijden en exporteren. Hoe maken we dit nou zwart? Let op, wanneer ik dus de belichting eens vier stops naar links schuif, dan zie je al wel dat die achtergrond wordt al een stuk donkerder. Ja, je ziet nu wel, die piek hier aan de linkerkant is nog steeds niet helemaal aan de linkerkant. Maar door de zwarte vast te pakken, want dan pakken we bijna uitsluitend dat piekje vast, slepen we dat helemaal naar links toe. En zo zie je dat het helemaal zwart is. Ik kan dat even demonstreren door ik zal even terug gaan hier naartoe, dus dat het masker gereedschap even uit zou ik klik rechts en ik zet zwart. En dan zie je dus dat de achtergrondkleur is zwart. De, de omgeving van die foto is dus ook nu ook zwart. Ik zet hem er even terug op lichtgrijs, dan standaard grijs dan weten we wat de foto is en wat niet. Nou, overigens kun je hè, wanneer je dit hebt ik denk dat het, uh, het beeldje zelf iets meer uh, doortekening mag hebben. Dat doe je met helderheid. Kijk, met helderheid en textuur krijg je meer doortekening erin. Je kunt ook met, met nevelverwijder doen, maar ja, daar is, dat is, dat moet je heel erg mee oppassen. Uh, helderheid en textuur zijn de dingen om witte voorwerpen uh, dus meer definitie te geven. Maar je ziet, je kunt dus van één foto, hè, de, de originele foto is dus dit... Kun je de achtergrond net zo goed wit maken als zwart. En ja, dat is wel heel mooi, want dat zou een heleboel werktijd kunnen besparen wanneer je uh, voor een website die overgaat van wit naar zwart, dat je dat eindelijk in één omgang uh, ja, één instelling kunt doen. Goed, en dan gaan we nu eens naar de derde foto kijken om wat, ja, wat meer naar het selecteren en het zwart-wit maken van die achtergrond te kijken in een wat moeilijkere foto. Goed, dan zijn we nu bij de derde foto. Uh, ja, we hebben natuurlijk de eerste twee voorbeelden, waren het echt producten die je op een tafel kon zetten. Daar kun je de, de, ja, de omgeving waarin je fotografeert, de belichting, alles kun je beïnvloeden, die werkt vanaf statief. Uh, dus dan, dan is een productfoto maken eigenlijk al het halve werk voor het vrijstaand maken of de achtergrond zwart of wit te maken. Maar ja goed, stel je je, je bent uh, ja, uh, liefhebber van vlinders en die wil je in een bepaalde catalogus uh, wil je ze archiveren. Ja, die beestjes kun je niet zomaar wegzetten. Dus dan loop je door een vlindertuin en dan maak je dit soort foto's. Nou goed, wanneer je deze foto, deze vlinder dus in dat boek wil zetten met een witte of een, achter, een zwarte achtergrond of op een website. Ja, dan, dan wordt het allemaal wel wat lastiger. Ik heb uh, bij deze foto geprobeerd met onderwerp of met achtergrond selecteren. Dat gaat niet helemaal goed. Want hij ziet hier een soort, ja, bij dat kopje een, een, een verstoring in de vorm van een blaadje wat erop ligt. Uh, dus we moeten het eerst anders selecteren, dan zullen we ook zien dat niet alles geselecteerd is. We moeten iets aan die selectie toevoegen. Dus dat is al een stuk moeilijker. Bovendien zie je hier een, een, een zwart stuk en een, wit, een groen blad. Ja, en om dat helemaal wit of helemaal zwart te krijgen, moeten we ook wat ja, dieper graven. Maar goed, we gaan eerst maar eens even kijken hoe gaan we dat ding nou selecteren. En in dat geval gebruik ik objecten selecteren en ik kies dan voor het penseel selectie. Je kunt je Cursor dan wat groter maken, hè? Dat, zie je, dat zie je gebeuren. Ik heb een wat grotere cursor. en wanneer je nu over het onderwerp schildert, dan krijg je een, een, een rood vlak. Zo. Uh, ik, in eerste instantie denk je, moet ik alles wat ik wil selecteren, moet ik wel rood maken, maar dat is niet zo. Je moet het wel in één strook doen, dus je doet het in één strook, maar alles wat er nu tussen ligt, zal hij in die selectie gaan betrekken en ik laat nu een cursor los. Hij laat hem gaan denken en hij maakt deze selectie. Ja, dat ziet er dus eigenlijk al heel goed uit. Kijk, hij heeft nu ook geen last van dat blaadje daar. Daarom is het beter dan de achtergrond of het onderwerp selecteren. Je ziet alleen die twee sprietjes, dat is een lastig iets. Nou, dat doen we als volgt. We kiezen voor toevoegen. We kiezen weer voor objecten. Ik maak mijn cursor wat kleiner, mijn schilderkwastje. En dan doe ik eerst de ene antenne. En vervolgens doe ik toevoegen. En dan object. En dan doe ik de andere antenne. Ik had, zo kun je ook draadjes ergens van afhalen hè, met object. Goed, dus dat heb ik dus nu gedaan. En ik moet de achtergrond moet wit of zwart worden. Nou ja, dat is dus een kwestie van dit masker dupliceren en omkeren. Dat ik ook nog controle heb over die vlinder. Om een zwart te maken, dan doe ik de belichting helemaal naar links. En ik doe de zwarte tint helemaal naar links. Ik zal de overbelichtingswaarschuwing aanzetten. En je ziet, eigenlijk is dit meer dan genoeg. Goed. Nu moet die wit worden. Dat is een, een spannender uh, iets. Want we zetten de... Hè, rood is nu alles wat overbelicht. Ik zal het eerst even uitzetten, want anders wordt het misschien te moeilijk. Door de belichting vier stops omhoog te doen, ben je wel al die bladeren kwijt, hè, voor een groot deel. Maar je, ja, je blijft toch met dat zwart wat eronder zat. Dat is blijkbaar een groen-zwart, blijf je over. Wanneer je zegt van nou, die, die zwarte tinten kunnen weg. Dan los je het klein witte tinten. Maar je ziet, je raakt het niet kwijt. Ook al zou je nu aan contrast slepen, ja, dan, dan lukt het gewoon niet. Dan nou zou je misschien, dus even een test: twee maskers op elkaar kunnen leggen dat het wit wordt. Maar nu komt dus nevel verwijderen op de hoek kijken. En nevel verwijderen, dat is dan echt een magisch iets. Want wanneer je die, normaal gesproken wil je minder nevel. Dus dan sleep je naar rechts. Dat zie je dus hier gebeuren. Maar nee, nu wil je juist dat dat vlak verdwijnt. Dus dan sleep je de nevel, die maak je een negatieve waarde. En dat in dit geval min 100. Dus om echt iets helemaal wit te krijgen, en ook al zitten er allerlei verstoringen in, want ja, wanneer je kijkt, dat, dat is eigenlijk gewoon zwart, kun je met nevel verwijderen heel veel zwart of, of vlekken verwijderen. Ja, door hem helemaal op min 100 te zetten. Goed. Dus dat was net even wat moeilijker, maar je ziet, ja, onder, ondanks het feit dat ik het moet vertellen en, en voorzichtig voor, of langzaam voordoen, ja, heb ik toch weer redelijk snel voor elkaar om deze vlinder uit een hele moeilijke achtergrond vrij staan te maken. Of nee, ik zeg het fout. Uh, met een witte of een zwarte achtergrond te geven, zodat die naadloos past in een witte of zwarte uh, ja, pagina of uh, website. Nou, en eigenlijk was het dat. Ik hoop dat het weer iets toegevoegd heeft aan je kennis van Lightroom en dat je misschien werkzaamheden in de vorm van productfotografie nog meer kunt versnellen en dus nog productiever uh, uh, kunt zijn met, met dat soort fotografie en je tijd dermate beter kunt besteden. Tot zover.